Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij Door de Bijbel, uitzending 684. Het woord wijsheid loopt als een rode draad door de uitzendingen van de afgelopen dagen. In de eerste hoofdstukken hebben we een vader ontmoet die zijn zoon leert wat echte wijsheid is. Dat zijn de woorden van God. Die zijn een bron van leven. Ieder mens doet er goed aan die te leren kennen. Leren, want het verzamelen en ontdekken van die wijsheid wordt niet in hapklare brokken geserveerd. Het vereist inspanning. Maar de beloning is er dan ook naar. Leven volgens de wijsheid die hier wordt doorgegeven, houdt de mens dicht bij God. Het is tot eer van God. Het is dus nog meer. Iemand die op deze manier leeft, is een zegen in zijn of haar omgeving. Op het einde van de vorige uitzending hebben we de eerste veertien verzen van Spreuken 5 al gelezen. Vandaag gaan we deze verzen verder toelichten. In Spreuken 5 vinden we concrete waarschuwingen voor de gevaren van een overspelige vrouw. Als men dit hoofdstuk zorgvuldig leest, zal men merken dat de jonge man wordt aangeraden een zuiver leven te leiden terwille van zijn gezin. Dit is een soort seksopvoeding die God geeft. God zegt dat een zuiver leven geleid hoort te worden terwille van het gezin later. Heel wat problemen in de gezinnen vandaag beginnen daar niet. Ze begonnen ver terug in het seksleven voor het huwelijk van het individu. Spreuken 5 wordt weer tot de jonge man gericht. Dit is wijsheid die de jonge man uitnodigt naar school te komen om van haar te leren. In het vorige hoofdstuk was de waarschuwing tegen de slechte man. In dit hoofdstuk is de waarschuwing tegen de vreemde vrouw. Letterlijk de vreemdelingvrouw. Omdat de vrouw meestal een vreemdeling was. Iemand die van buiten Israël kwam. Ze was meestal een heidense prostituee. Geen Israëlitische vrouw mocht prostituee worden. Volgens de wet moest een prostituee gestenigd worden. Maar toen Israël verder van God wegliep, zonk het ook meer en meer in onzedelijkheid. Zo gebeurde het dat sommige Israëlitische vrouwen wel prostituee werden. In dat geval moet de vrouw ook als een vreemdeling, een buitenlander, worden beschouwd, omdat zij een vreemdeling is voor zover het haar relatie tot God betreft. We lazen ook dat indien het onderwijs niet opgevolgd wordt, men op een punt kan komen waarop men zegt: Hoe heb ik vermaning kunnen haten en heeft mijn hart bestraffing kunnen verwerpen? En heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leraren, mijn oren niet geneigd tot mijn leermeesters? God beschrijft hier wat het eindresultaat van zo'n leven zal zijn. Wat je zaait is wat je zult oogsten. Ik geloof dat onze maatschappij al oogst wat het heeft gezaaid. De grove onzedelijkheid komt voort uit het gebrek aan onderwijs en het woord van God. In de volgende versen vertaalt God over de relatie die volgens hem hoort te bestaan tussen man en vrouw. Hier zien we het huwelijk op een heel hoog plan gebracht. Spreuken 5, versen 15 tot en met 17. Drink water uit je eigen bak, stromend water uit je eigen put. Laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden. De waterbeken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Er wordt gesproken over het drinken van water uit de eigen bron. Toch mogen we gerust aannemen dat de vader of leraar in spreuken 5 spreekt over trouw aan de eigen echtgenoten. Deze verzen moeten we dan opvatten als een verbeelding van of een allegorie over de vreugde die seksuele gemeenschap met de eigen vrouw kan schenken. Vers 15 begint met de oproep aan de zoon water te drinken uit zijn eigen bak, dat is een voorraadvat, of stromend water te drinken uit eigen bron. Het feit dat een vrouw hier als bron wordt aangeduid houdt wellicht verband met het beeld van een barende moeder en het beeld van de geliefde. Het drinken uit het bekken of uit de bron is een metafoor voor seksuele vreugde. Hier klinkt de oproep die vreugde bij je eigen vrouw te zoeken. Uit het vervolg zal ook duidelijk worden dat het nageslacht uitsluitend van eigen vrouw mag zijn. Dit is in relatie met de oosterse gedachte dat een man aanzien verwerft door veel nakomelingen. Spreuken 5 versen 18 en 19 Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou ten allen tijden dronken maken, voortdurend rond in haar liefde. De vader spreekt vervolgens de wens uit dat de bron van zijn zoon gezegend wordt en dat zijn eigen vrouw hem vreugde geeft. Hiermee verwoordt hij dat de zoon vreugde zal ervaren in de seksuele omgang met zijn eigen vrouw. Daarna volgt een loflied op de eigen vrouw van zijn zoon. Voor een kind van God is het huwelijk en het gezin een beeld van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. In dit verband denk ik bijvoorbeeld aan Hebreeën 13, vers 4. Daar staat, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Het zijn zaken waar ook wij vandaag goed over na moeten denken. Ook de Apostel Petrus spoort echtgenoten aan om verstandig met hun vrouwen te leven. In 1 Petrus 3, vers 7 staat: Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ook vandaag is het gebedsleven een goede graadmeter voor een harmonieus huwelijksleven. Als een man en vrouw zo voor elkaar leven dat ze samen blijdschap en vertrouwen kennen, samen kunnen knielen, bidden en kunnen liefhebben, dan zijn zij een beeld van de relatie van Christus en zijn gemeente. Spreuken 5, vers 20: Waarom zou je, mijn zoon, rondtolen bij een vreemde vrouw, de boezem van die onbekende omarmen? Dit is een rhetorische vraag. Het antwoord is duidelijk. Wie blijdschap en vreugde ervaart in eigen huwelijk, verlangt niet naar de omgang met een vrouw die niet van hem is. Spreuken 5, versen 21 tot en met 23. Want de wegen van een man zijn voor de ogen van de Heere. Hij weegt al zijn sporen. Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgehouden. Hij zal sterven omdat er geen vermaning was. Door zijn grote dwaasheid zal hij verdwalen. In drie concluderende zinnen spreekt de vader over de alwetendheid van de Heer en over zijn rechtvaardigheid. Het is van belang voor de zoon om zuivere relaties aan te gaan, omdat hem anders bestraffing wacht. Want de ogen van de Heer zijn op de wegen van ieder mens en hij weegt al zijn gangen. Doordat de Heer alles waarneemt, zal overspel, hoezeer ook in het geheim bedreven, hem niet ontgaan. Door Gods oordeel zal de kwaaddoener in zijn eigen kwaad verstrikt raken. De boeien van zijn eigen zonde zullen hem ontstrengelen. Hier geeft de vader aan dat iemand overeenkomstig zijn daden gestraft zal worden. De slechte persoon zal verdwaald raken in het doolhof van zijn eigen dwaasheid, omdat hij weigerde naar correctie te luisteren. Spreuken 5 bevatten waarschuwing voor de gevaren van overspel, en de oproep trouw te blijven aan de eigen partner. De vader die zijn zoon wijsheid leert en de leraar die zijn leerling onderwijst, presenteren hun boodschap door een aantal zaken tegenover elkaar te plaatsen. De eerste tegenstelling vinden we in de versen 2 en 3. Er is een tegenstelling tussen de fluisterende lieve woordjes van de vreemde vrouw met gladde tong en de mond van de vader of leraar die wijsheid verkondigt. De tweede tegenstelling vinden we in meerdere versen en spreuken 5, namelijk de langdurige vreugde van trouw en het huwelijk en. Het tijdelijke plezier van overspel. De derde tegenstelling is gelegen in het opgaan in de dwaasheid van overspel, of in de keuze voor seksuele omgang binnen de grenzen van het huwelijk. In deze drie tegenstellingen wordt de dwaasheid van overspel geïllustreerd. Achter deze beelden zit ook een theologische overtuiging, want de beschreven zonden zijn ook overtredingen tegen de Heer. Ook in het Bijbelboek Samuel werd dit geïllustreerd in het leven van David en Bathseba. We gaan verder met spreuken 6. De eerste 19 versen zijn een pericoop die afwijkt van de leerdichten die we hebben gelezen of nog gaan lezen, omdat de oproep om te luisteren en de daarbij horende argumenten ontbreken. Er worden uitsluitend specifieke waarschuwingen gegeven. Daarom duiden we dit de deel niet aan als een leerdicht, maar als een opsomming van waarschuwingen. Er is verbinding met spreuken 5, waar wordt gesproken over de ondergang van de echtbreker. In spreuken 6 wordt onder andere gesproken over de risico's van onverantwoorde borgstelling, luiheid en over een nietsnut en dwarsligger. Ten slotte geeft de vader in de versen 16 tot en met 19 aan welke dingen voor de heren een gruwel zijn. Het verband tussen de verschillende delen vinden we in vers 4, waar de vader aanspoort tot snelle actie, terwijl hij in de versen 6 tot en met 8 verwijst naar de ijverigheid van de mier. Als de luiaard niet tot actie komt, zal hij in armoede vervallen en een makkelijke prooi zijn voor kwaaddoeners, nietsnutten en dwarsliggers. Maar ook zij zullen een plots einde vinden. In het slotgedeelte wordt gezegd dat de Heer de beschreven zonden niet ongestraft zal laten. Spreuken 6, versen 1 en 2. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste en je iets met handslag aan een vreemde bevestigt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond. Ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. De vader richt zich tot zijn zoon en spreekt over de mogelijkheid dat hij borgstaat voor zijn naaste en zijn toezegging aan een vreemde met een handslacht heeft bekrachtigd. In dat geval heeft de zoon de verantwoordelijkheid voor het betalen van de schuld op zich genomen. Iemand die borgstaat voorkomt zo de inbeslagname van het bezit van de schuldenaar, maar loopt het risico een deel van zijn eigen bezit te verliezen als de schuldenaar de verplichtingen niet nakomt. Het is zelfs mogelijk dat hij zoveel eigendom verliest dat hij zijn vrijheid verspeelt en tot slavernij vervalt. In spreuken 6 wijst de vader zijn zoon erop dat hij verstrikt en gevangen kan zitten in zijn eigen woorden. Hij zegt daarmee dat de zoon zichzelf door een dergelijke borststelling kan overschatten. Door zo'n overschatting kan zijn hele leven in negatieve zin bepaald worden door een ondoordachte toezegging. De vader of leraar noemt twee dingen die op elk moment goede raad zijn: Als eerste. Pas ervoor op om een schuldbekentenis van iemand te tekenen. Als tweede, word nooit partner van een vreemde. Het spreuken 6 wordt gewezen op de consequenties van een borgstelling. Een mens moet er voorzichtig mee zijn. Het kan grote consequenties hebben voor je persoonlijke omstandigheden. Spreuken 6, versen 3 tot en met 5. Doe dan dit, mijn zoon, en raad je, want je bent in de greep van je naaste gekomen. Ga, onderwerp je en drink bij je naaste aan. Geef je ogen geen slaap en je oogleden geen sluimer. Red je als een gazelle uit de hand van de jager en als een vogel uit de hand van de vogelvanger. Na de waarschuwingen volgen enkele aanbevelingen voor de aanpak van het probleem. Met klem raadt de vader of leraar zijn zoon of leerling aan de zaak in het reine te brengen. Dat betekent dat die borgstaat onmiddellijk actie moet ondernemen, omdat hij in de macht van zijn naaste is. Hij wordt aangespoord zichzelf voor zijn naaste te vernederen. En hem aan te klampen. Er is grote ernst in dit advies, want de zoon mag er niet eerst een nachtje over slapen, maar moet de zaken snel regelen. Hij moet zich zien te redden uit de macht van de ijzer, zoals een hert ontsnapt aan een jager en een vogel aan een vogelvanger. Spreuken 6, versen 6 tot en met 8. Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. Hoewel gij geen aanvoerder geeft, geen leidinggevende of heerser, maakt gij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt gij zijn voedsel in de oogsttijd. Door middel van een vergelijking spreekt de vader in deze verzen over het gevaar van luiheid. Hij roept de luiaard op naar de mieren te kijken. De zoon of leerling moet, als hij de neiging heeft een luiaard te worden, een voorbeeld nemen aan de mieren en zo wijs worden. Uit het gedrag van de mieren valt blijkbaar het een en ander te leren. Deze insecten hebben geen overste, leider of heerser, want ze hebben geen controle of aansporing van een leider nodig. Ze gelden daarom als voorbeeld voor een luiaard die hooguit onder druk van een hoger geplaatste tot actie komt. Het gedisciplineerde gedrag van de mier komt vooral tot uitdrukking in het feit dat hij in de zomer zorgt voor zijn proviant en in de oogsttijd zijn voedsel opslaat. De mier treft op deze wijze zorgvuldige voorbereidingen voor de winter. Kunnen christenen ook lui zijn? Eigenlijk een retorische vraag, want we weten allemaal het antwoord al. Ja, ook christenen kunnen luiaard zijn. Een kenmerk van een luiaard is dat Hij of zij druk is met niets doen. Ze bereiden zich nergens op voor, zijn niet bezig met hun gaven en talenten in te zetten in de dienst van de Heer. Als ze al bidden, vragen ze nooit: Heere, wat wilt U dat ik doe? Iedere mens moet zich van tijd tot tijd bezinnen op zijn bezigheden. Wat doen wij met onze tijd? Lezen we het Woord van God? Bestuderen we zijn Woord? Is er tijd voor persoonlijk gebed? Is er tijd voor omgang met medegelovigen? Er zijn nog meer vragen te stellen, maar laten we ervoor waken luid te worden of te zijn. Spreuken 6 vers 9 tot en met 11 Hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Deze versen geven een voorbeeld van het gedrag van een luiaard. Maar deze luiheid heeft consequenties. Na verloop van tijd komt de armoede over de luiaard en wordt hij overvallen door gebrek. Spreuken 6 versen 12 tot en met 15. Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van mond, knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers. In zijn hart zijn verderfelijke dingen. Hij smeet te alle tijden kwaad en hij brengt twisten teweeg. Daarom zal plotseling zijn ondergang komen. Opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is. In deze versen gaat de vader of leraar in op een nietsnut en dwarsligger. Een boosaardige man die vol intriges is. In de beschrijving van zo'n persoon staan zeven negatieve eigenschappen. Hij is een kwaadaardig mens en een slechterik die rondgaat met een leugenachtige mond. Dat de man moedwillig de waarheid verdraait, wordt ook duidelijk uit zijn gebaren. Hij knijpt zijn ogen samen, schuifelt met zijn voeten en wijst met zijn vingers. De precieze betekenis van deze handelingen kennen we niet. Maar via dit non-verbale gedrag wordt duidelijk dat de man op de een of andere manier met verkeerde dingen bezig is. Het hart van de kwaadaardige man is vol valsheid, slechtheid en zorgt altijd voor oneenigheid. We hebben te maken met een mens die een verkeerd innerlijk heeft, een verkeerd hart. Dat zijn instelling fout is, komt tot uiting in het feit dat hij steeds ruzie teweeg brengt. Al gaat deze man een tijd zijn gang, plotseling komt zijn onheil en in een oogwenk zal hij onherstelbaar verbrijzeld worden. Net als bij de luiaard volgt er een abrupt einde, ook al is het voor ons moeilijker om de samenhang te zien. Er is sprake van de wet van de wederkerigheid. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.